Ja, vanochtend om 5 uur brak er brand uit in een van de appartementen in de flat achter mij. Dat heeft met name voor veel rookontwikkeling gezorgd. De brandweer had de brand snel onder controle, maar die rook die is langere tijd blijven hangen. Wat was het gevolg? Er zijn in ieder geval 3 mensen met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis overgebracht. En de rest van de verdieping, de 7e verdieping waar de brand was uitgebroken, die mensen die zijn allemaal opgevangen op de begane grond. En ik heb net gehoord dat die hier rond 9 uur weer terug kunnen naar hun woningen. Paniek geweest? Nee, niet echt paniek. Wel onrust, wat gaat er gebeuren, wat is er aan de hand? Maar de mensen zijn door de huismeester en de thuiszorg vanuit hun woningen naar beneden begeleid en dat is eigenlijk heel rustig verlopen. Wat is het voor flat? Het is een flat waar senioren wonen, 50 plus, maar waar ook zorgwoningen zitten. Dus mensen die bijvoorbeeld van thuiszorg extra hulp nodig hebben, dat zit hier ook. Dus je hebt wel een aantal mensen die hulpbehoevend zijn. Brandschade groot? Dat is nog niet te zeggen. In ieder geval de woning waar de brand is uitgebroken, die is behoorlijk beschadigd. Die bewoner die kan ook nog niet terug. Maar voor de rest van de verdieping is het vooral rookschade. En na goed ventileren kunnen die mensen dus vandaag nog weer terug.